ga even Gaia's nagels knippen, doe ik even. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pad, zoals iedereen weet. Maar ik deed er net een rolgordijn daar open. En het is ongelofelijke bagger weer. Want moet je maar kijken. Hele raam zit onder spetters. Baba. Maar dan ga ik nu even lekker koffie zetten. En dan ga ik lekker. Want ik heb gisteren nieuwe Senseo pads gekocht. Kijk wat dit is. Cappuccino. Ook cappuccino. Nee, deze moet ik hebben. Café latte. Café latte. Oh. Lijkt net op cappuccino natuurlijk. Latte macchiato, denk ik. Dan ga ik een lekker koffietje zetten. Ik heb er al even lekker trek in. En alleen jammer van deze bagger weer. Jullie kunnen helaas niet zien, want de regendruppels zaten ervoor. Het enige wat ik even moet doen is voor mijn suiker. Oh, daar gaat hij hoor. Lekker latte. Ongelooflijk lekker, ik heb er nu al trek in. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. De koffiecream hoef ik niet nodig, dat is makkelijk. Alleen suiker. Zo, die is klaar. Dan ga ik nu ook klaarmaken om lekker achter de computer te gaan editen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik even heerlijke radio aanzetten. Ik weet niet, ik kan niet tegen stilte. Dat heb ik al heel vaak al gezegd natuurlijk. Nee, ik kan er gewoon niet tegen. Ik moet dan een muziekje aan hebben. Lekker gebeurd met editen. En dan gooi ik altijd. Die gaan we doen. Het is nog steeds bagger weer. Het ging ongeveer tot uur of 11 regenen. Dus gelukkig als ik net weg moet, is het gelukkig droog als ik naar mijn werk moet. Gelukkig maar. Maar ja, ik ga dan sowieso even lekker koffies in nog zetten. En wacht op de vlog in de render is, klaar is. Want die zit nu in de render. En dan ben ik helemaal klaar. Alleen vlog van vandaag dan nog. Maar dat komt allemaal goed. Maar het was super gezellig gisteren. Ik had het ongelooflijk niet geloven dat we met z'n zessen gebeld hebben. Met z'n zessen. Hoe wel leuk is dat? We waren echt met elkaar. Gewoon met z'n allen. We hadden nooit verwacht dat zou gebeuren. Ik had het niet verwacht eigenlijk, maar echt, ik verbaas me nog steeds dat we gisteren met z'n allen hebben zitten bellen. Wauw, was super tof in ieder geval. Laat even weten in de reactie wat jullie van vonden van gisteren. Ik vond het ongelooflijk super tof om dat te doen met het hele team net heel anders. Want ik wil iets uit hebben en die zijn even niet luisteren. Dus. Want ik ga nog even lekker het tweede bakje zetten. Maar hij bleef even haken. De pads om zo te zeggen. Dus ga ik nog even lekker het tweede bakje zetten. Moet ik even lekker trek in. Want het is ongelooflijk lekker. Latte makkie. Latte. Is zo lekker zo wat er is. Lekkerste kan je niet krijgen. Dus. Nou nu even lekker het tweede zetten. En dan klaarmaken ook om relaxen. En een paar dingen doen. Want ik zat gisteren al te zoeken. En dat was een nagelschuitje van Ganja. Ik weet geen flauw idee waar ik hem laatst gelaten heb. Oh, dat ken ik ook nog. Hadden we ook een begeleiding te pakken gekregen. En hebben we het nat gemaakt met waterballonnen. Ongelooflijk. Ik was toen zijn nat. Ik weet niet of je het mist. Voor mensen die het gemist hebben. Ik zou het niet meer durven zeggen ook volgende keer. Maar ik blijf even zoeken. Maar ik kan echt geen flauw idee waar hij hem heeft gelaten. Zo. Oh, waar heb ik hem hier gelaten, joh? Maar het komt wel goed. Waarschijnlijk dat vanmiddag even nieuw gaan halen. Einde van de als ik klaar met werken. Maar ja. Ik hoop dat ik hem kan vinden. Ik ben al onderweg naar de Hody. Wel, naar de dierenwinkel. Ik ben nu onderweg naar de dierenwinkel, want... voor een nagelschaartje voor Ganja. En het is
zin van op de pas weer. En ik zie Fancy ook dat het aan het regenen is. Ah, ik ga even kijken op B-raden of het harder gaat regenen of niet. Volgens mij wel. Ah, ik denk ergens ga ik weer dadelijk. Oh mijn god. Baba. Vieze regen. Ik ga nou snel een camera echt doen. Dan ga ik snel naar Odie. En misschien zien jullie dan thuis of dat ik op de weg naar huis ben. Want het is echt nu echt bagger weer. Ik ben nu thuis gekomen, dus veel beter. En ik ga even Gaia's nagels knippen. Doe ik even. Dit ga je denk ik niet leuk vinden. Zo kan je. Ah. Kan je, dan ga je, weet ik dat je dat niet leuk vindt. Ik weet dat je het niet leuk vindt, jongen. Zo, andere poot. Ja. Gaia? Klaar. Zo, klaar. Zo te zien vond hij dat niet echt leuk, want hij stond al te blazen namelijk. Maar ja, Gaia, dat moet ook wel gebeuren. Even je nagels. Ja, moet ook even gebeuren. Hij is niet gelijk boos, dat zie ik wel aan hem. Maar om lekker nu thuis te komen is ook even lekker dat de radio aanstaat. Want het is nu over een paar minuutjes al 5 uur. Tijd gaat hard, normaal. En ik heb nog wat andere dingen gehaald, dus deze. Dat was ook handig. Dus die ga ik ook zo meteen even uittesten. Ga ik vast even deze loshalen. Zo. Kom eens, Gaia. Kom eens. Kijk wat je hiervan vindt. Er komt wel haar op te zitten al. Kom eens. Kom eens. Hij vindt helemaal niks volgens mij. Hè? Hé hey, jongen, lekker hè? Zo, ja, ik vind het wel leuk zo, die ding.
Maar die heb ik dan ook gekocht. En even een lekker broodje voor morgen. Dat is dit broodje. Dus dan ga ik die ook even lekker eten binnen vandaag. En de rest moet ik nog even uitpakken. Dat ga ik zo meteen doen. En dadelijk even lekker koken. Wat ik ga koken is iets wat ik nooit uitgeprobeerd heb. Maar het recept van Sanne. Dus ik ga het beproeven. Ik ben benieuwd. En toen ben ik bezig met eten te maken. Spek komt hierin. Zit al hierin. Lekkere spek. Oh, ziet er wel heel lekker uit. Ruikt ook. Ik vind al spek al zo lekker ruiken. Hè? Laat even weten in de reactie. Wat jullie het lekkerste eten is eigenlijk. Laat even weten in de reactie. Want ben ik wel benieuwd naar. Welke geur van eten vinden jullie lekkerste? Ik vind sowieso geur van spek al lekker ruiken. Maar ook biefstuk vind ik ook lekker ruiken. Echt, oh, ja, echt best wel veel eten. Het is niet zoals ook lekker geurtje. Maar ik ga dadelijk lekker eten koken. Maar ben ik nu lekker eten koken natuurlijk. Ik wil zeggen eten maken, maar ik ben nu al bezig. De irritantie is, maar ik heb een hele slimme oplossing. Is om uien te snijden. Eerst zo, ik ga het een keer even goed uitleggen hoe ik keer uien snijd. Dat is misschien ook wel handig voor jullie. Een goede tip. Om te weten hoe ik het doe. Want ik weet niet of jullie weten dat vaak dat van uien ga je van huilen natuurlijk. Er zijn heel veel opties om van uien eigenlijk niet van te huilen. Hé, dat rijmt wel. Dat 1. Kraan aanstaan en dan vlakbij de kraan uien snijden. Ik heb het al een paar keer gedaan, maar mij helpt het niet echt. Of, en dan kan ik andere keer gaan, kan ik andere manieren uitleggen. Maar omdat ik het al gedaan heb, is het moeilijk om nu uit te leggen. Laten we zo zeggen. Ik snij meestal zo in streepjes. En daarna ook nog zo een twee keer. En dan heb je hele dunne. Kijk maar. Dus, ik vind het zelf goed gesneden, vind ik zelf. En dan wou we wachten dadelijk om te eten. Ik heb echt wel onontrekken. Het is al nu 6:30 bijna. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat smaken. Want wat ik ook heb gedaan is eigenlijk uien geklopt. Ik wou zeggen uien. Oké, Sander. Hoe wil je uien gaan kloppen? Moeilijk. Dus dan ga ik dat nog even lekker klaarmaken. En nu wachten tot de spek. Reepjes klaar zijn en wachten tot deze klaar zijn. Deze zet ik wat lager, want die spekjes zijn al goed. Want voor mij ga ik eerst even goed water laten koken, dat ik een spaghetti erin kan doen. Zo, ik heb het lekker gegeten in ieder geval en ik ga lekker nu met mijn bedje in, want het is 10:00. Ik ga eens even een keer op tijd slapen. En ik zat net te kijken, heel snel nog, zat ik op Instagram te kijken en toen zag ik van reactie voorbij komen, want ik heb een foto geplaatst van toen, een foto van de mensen alle aan bellen waren. Toen is een reactie geplaatst, echt heel leuk dat jullie zulke goede vrienden zijn geworden, dat zeker. En gewoon, ja, dat we nog steeds leuk contact hebben met elkaar, dat is het leukste wat er is. Maar ja, het is nu ook tijd om naar bed te gaan. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal dank voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En vast een toffe reactie beneden achterlaat. En zeg vast veel kijkplezier om 1:00. En zeg ik hierbij, laters! Zoals jullie zien, zijn we nu met z'n 6 aan het bellen. Hoe leuk is dat? Want ja, echt heel apart is dat. Maar wel gezellig. Dat zeker.